OS Pomona organiseerde op donderdag 15 juni een beroependag voor de leerlingen van het vierde leerjaar. Ze kregen bezoek en een demonstratie van de brandweer en de politie en mochten aan de slag in hun plantenkas. De leerlingen stopten enthousiast taaierblad, peper, spinazie en koolplantjes in de grond. De uitvoering was onder begeleiding van medewerkers van het ministerie van LVV, die de plantenkas nu 1 keer per week zal onderhouden. Het schoolgebouw en de schutting van de OS2 Livorno worden gerenoveerd. Daarnaast worden er 3 lokalen en een sanitaire ruimte bijgebouwd. De werkzaamheden liggen in het verlengde van beleid vanuit het kabinet van de president om scholen die in een deplorabele staat verkeren te renoveren en uit te breiden. De werkzaamheden, inclusief het weer toegankelijk maken van hun speeltuin en het sportveld, moeten binnen 8 weken worden afgerond. De offshore olie- en gasindustrie wordt steeds belangrijker voor Suriname, waarbij het belang ten aanzien van het milieu en de veiligheid wordt toegelicht. Afgelopen woensdag is het startsein gegeven voor een 3-daagse workshop die als doel heeft kennis en ervaringen uit te wisselen die zullen leiden tot een industrie in Suriname die de negatieve effecten die zijn of worden geassocieerd met de offshore olie- en gasindustrie minimaliseert of zelf elimineert. De workshop werd georganiseerd door het NIMOS in samenwerking met de International Association for Oil and Gas Producers en het Staatsolie Hydrocarbon Institute.